Dit is het TV Gelderland Nieuws van dinsdag 4 augustus. Ze namen hun slachtoffers kilometers lang onder vuur op de A73. Vandaag stond de verdachte voor het eerst voor de rechter. Ganeso Poku uit Wageningen kreeg vandaag totaal onverwacht te horen dat hij in Nederland mag blijven. Ik ben blij om terug te zijn. Na de invoering van de wegwerpchipkaart gaan de tarieven voor een enkele reis in het busvervoer flink omhoog. Reizigersorganisatie Rover is boos. Goedenavond. Justitie heeft geen direct bewijs tegen de verdachte in de moordzaak op de A73. Dat zeiden de advocaten van de vijf verdachten vanmorgen tijdens de rechtszaak. Na een wilde achtervolging komt Ossenaar Hans van Genen door een kogelregen om het leven. De moord is een van de opvallendste moordzaken van de laatste jaren. Twee verdachten zijn kort voor de moord gezien bij een winkel waar een pijlzender is gekocht. Die zender is later op de auto van het slachtoffer gevonden. Justitie concludeert daaruit dat de kopers van de zender de auto hebben gevolgd en ook hebben beschoten. De verdediging vindt het bewijs daarvoor te mager en wil dat de verdachten direct worden vrijgelaten. Dit verzoek wijst de rechter af. In september vorig jaar wordt Hans van Genen en zijn vriend al rijdend op de A73 onder vuur genomen. Van Genen overlijdt en de bestuurder van de auto raakt gewond. In verband met de moord zitten vijf verdachten vast. Drie van hen zouden bij de liquidatie betrokken zijn. Het is feest in Wageningen, want de 19-jarige Ghanees Isaak Opoku heeft tegen alle verwachtingen in een verblijfsvergunning gekregen. Brother for life. Erg bedankt voor al jullie hulp en zo. Ik ben heel blij om terug te zijn. Een beetje overrompeld van alle aandacht is hij wel. Maar dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat toen hij vanochtend in zijn gevangenisbed wakker werd, nog niet wist dat hij vandaag weer naar huis zou mogen. Isaak heeft wekenlang opgesloten gezeten in Kamp Zeist en het leven daar was op zijn zachtst gezegd geen pretje. Ze noemden ons ook al gedetineerden en zo, dus ja, het voelt echt als een echte gevangenis. Terwijl je eigenlijk helemaal niks hebt gedaan. Zijn goede vriendin Mirjam Jonathans heeft hemel en aarde bewogen om Isaak in Nederland te houden. Toen ze vanochtend het verlossende telefoontje kreeg, moest ze dan ook wel even slikken. In eerste instantie kon ik het niet geloven. Ik moest echt tot me in laten werken, zeg maar. En om 10 uur belde Isaak mezelf op en met het nieuws. En ja, toen ik Isaak aan de telefoon had gehad, toen begon het eigenlijk echt door te dringen van ja, het is waar. Op het moment is hij hartstikke goed voor mij. Ik ben hartstikke blij. Isaak is bouw te komen. Isaaks vrienden hebben duizenden handtekeningen verzameld, een petitie geschreven, media-aandacht gezocht en ze overtuigden de burgemeester ervan een brief naar de rechtbank en de staatssecretaris te sturen. Die streek uiteindelijk met de hand over haar hart. De burgemeester is vooral onder de indruk van de strijdlust van zijn stad. Dat daar zo massaal met zoveel mensen, jong en oud, alle kleuren bij wijze van spreken, zich hebben ingespannen om dit mogelijk te maken. Isaak heeft nu nog 3 weken zomervakantie, al moet hij nog een aantal toetsen inhalen die hij door zijn detentie heeft gemist. En dan begint ook in Wageningen het gewone leven weer. Maar vandaag nog niet. Want vandaag is het nog even de dag van hun kleine wonder. Buskaartjes voor enkele ritten zijn fors duurder geworden door de invoering van de wegwerpchipkaart. Dat zegt reizigersorganisatie Rover. Rover is boos omdat de overheid heeft beloofd dat reizigers er bij de invoering van de nieuwe kaart financieel niet op achteruit zouden gaan. De wegwerp-OV-chipkaart, een variant van de normale OV-chipkaart, gaat het kaartje dat reizigers in de bus kopen vervangen. Hiermee kunnen dan bijvoorbeeld enkele ritten worden betaald. Maar volgens reizigersorganisatie Rover is de wegwerpkaart in de regio Arnhem-Nijmegen veel duurder geworden dan beloofd. Hier kosten enkele ritten afhankelijk van de afstand soms al 5 euro. En het ligt sowieso al een behoorlijk stuk boven de huidige tarieven. En het bijkomend nadeel is dat je dan nu als je gaat overstappen, je datzelfde kaartje niet meer mag gebruiken. En dan moet je weer een nieuw kaartje kopen. Dan ben je ineens een heel stuk duurder uit natuurlijk. Want dan moet je 2 keer betalen voor dezelfde reis die je misschien in de eerste keer in 1 keer kon maken tegen een lager tarief. De wegwerpchipkaart is dus niet alleen duurder, je mag er ook niet mee overstappen. Reizigers vinden dat maar niks. Ja, vind ik belachelijk. Nu heb je nog het voordeel dat als je 5 stappen laat afstemmen, dat je het nog 2 uur kan reizen. En dat kan straks niet meer. Dat is, ja... gaat gewoon veel geld kosten. Ja, dan moet ik er toch wel even goed over nadenken voordat ik die overchipkaart ga aanschaffen. Ja, dat vind ik niet leuk natuurlijk. Want het geldt niet alleen voor mij, maar voor alle mensen, ook voor toeristen. Je zou gewoon onbeperkt binnen 1 uur kunnen moeten overstappen.
De stadsregio Arnhem-Nijmegen, die verantwoordelijk is voor het busvervoer, vindt de klachten van Rover overdreven. Ze raden reizigers aan om een normale OV-chipkaart te halen in plaats van een wegwerpkaart in de bus. Want de tarieven blijven zoals ze zijn. Nee, ik vind dat ook niet nodig. Ik vind gewoon dat je moet betalen voor de service die je krijgt en dat soort zaken allemaal. Niet altijd achterom moet kijken, een achterhoede gevecht moet leveren van we willen terug naar de strippenkaart en dat soort dingen. Dat hebben we bij de invoering van de strippenkaart ook gezien, dat mensen daar bezwaar mee hebben. En ik vind gewoon dat we moeten doorzetten. Begin volgend jaar gaan alle strippenkaarten verdwijnen. Dan wordt de OV-chipkaart definitief ingevoerd. SV Babberich is voorlopig gered. De voetbalclub heeft vandaag uitstel van betaling gekregen van de Belastingdienst. De voetbalclub staat op de rand van een faillissement. Babberich kreeg van de fiscus 3.500 euro boete vanwege een zwart uitbetalen van spelers. Maar de club heeft slechts 200.000 euro in kas. De zondaghoofdklasser krijgt nu 3 weken de tijd om het geld bij elkaar te krijgen. De voorzitter vertrouwt op een goede afloop. Ik ben er heel erg blij mee. De zon schijnt. Er zit alleen een wolkje voor en die poetsen we weg. En komt het goed over 3 weken, denkt u? Dat komt gegarandeerd goed. De gemeente Zevenaar heeft al toegezegd de voetbalclub met 40.000 euro te willen steunen. Een jongen van 17 is de eerste Nederlander die is overleden aan een Mexicaanse griep. Het aantal besmette patiënten in Nederland is in korte tijd flink toegenomen. Afgelopen vrijdag waren er nog zo'n 500. Nu zijn er bijna 700 mensen besmet. Bedrijven, ziekenhuizen, gemeenten, iedereen neemt maatregelen. En ook in dierentuinen bereiden ze zich voor. In hoeverre dieren Mexicaanse griep kunnen krijgen is niet duidelijk. Maar mensapen zijn zeker een risicogroep. Zij kunnen alle menselijke ziektes krijgen. Dus letten de verzorgers op de normale zaken. Griepsverschijnselen, zeg maar. Ja, we kunnen niet zomaar de temperatuur meten van die apen. Maar we kunnen wel zien, ja, zijn ze verkouden? Hebben ze neusuitvloeiing? Hoesten ze erg veel? En dan, ja, dan gaan de alarmbellen natuurlijk wat extra rinkelen bij ons. Bij het voeren van komkommers is er niets aan de hand. De afstand is te groot. Toch moet een verzorger opletten, want ook het publiek draagt besmetting mogelijk mee. De apenverzorger let vooral 's ochtends en 's avonds goed op. Wat het effect is van Mexicaanse griep op een aap is niet bekend. Toch is het risico, als ze de griep krijgen, hoog. Apen worden van normale griep, zijn de symptomen heftiger bij een aap. Dus zouden wij bijvoorbeeld griep hebben, dan mogen we ook niet met de apen werken. En dat is eigenlijk een voorzorgsmaatregel ook weer om de dieren gezond te houden, maar ook de mensen gezond te houden. Zieke of verkouden verzorgers blijven dan ook ver bij de dieren vandaan. Maar liefst 3 dagen is er uitgetrokken voor de rechtszaak tegen een Duits-Turkse vrouw en haar broer. Vorig jaar reed de vrouw 2 motorrijders dood. Zometeen een reportage. De vernielingen die dit weekend door jongeren in Culemborg zijn aangericht zijn schandalig, maar het is een incident dat op zichzelf staat. Dat zegt burgemeester Roland van Schelven. 20 winkelruiten gingen aan diggelen en de politie moest hulp inroepen van andere korpsen. Omwonenden zeggen dat er bijna wekelijks problemen zijn, maar de burgemeester bestrijdt dit. Bij de moskee in Ede hebben onbekenden een varkenskop neergelegd. Het moskeebestuur vat het op als een bedreiging. De kwestie is bij de politie gemeld. De daders staan op beelden van bewakingscamera's. Pomphouder John Klein Gunnewiek uit Groenlo heeft 12 werknemers ontslagen na 2 roofovervallen. Hij wil dat hij en zijn personeel geen risico meer lopen. Daarom maakt Klein Gunnewiek er nu een onbemande pomp met pinautomaat van. Nijmegenaren die bijzondere bijstand krijgen moeten zelf kunnen kiezen bij welke winkels het geld uitgeven. Dat heeft de rechter bepaald. Die bijzondere bijstand is voor de aanschaf van essentiële apparaten zoals een koelkast of een wasmachine. De gemeente wil dat mensen die kopen bij 2 geselecteerde bedrijven, maar dat vindt de rechter niet goed. Nijmegen gaat tegen de uitspraak in beroep. Een edelstenenwinkel in Elburg moet in het vervolg zondag de deuren sluiten. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven bepaald. Volgens de ondernemer is zijn winkel al 20 jaar op zondag open, maar sinds kort tolereert de gemeente dat niet meer. De rechter geeft de gemeente gelijk. Een sms'je heeft het leven gered van een Duitse visser die aan de IJssel bij Eefde onwel was geworden. Hij belde een kennis in Duitsland, maar die wist niet waar zijn vriend zat. De politie stuurde alle mensen in de omgeving een sms'je, zodat de visser kon worden gevonden. Hij is met een herseninfarct naar het ziekenhuis gebracht. Het Arnhemse Openluchtmuseum, de Apenhul in Apeldoorn
En Nationaal Park de Hoge Veluwe zijn straks vanuit de luie stoel te bezichtigen. Google vroeg bezoekers van de website van welke toeristische trekpleisters beelden op straatniveau moeten worden gemaakt. Van de 5 gekozen attracties zijn er 3 uit Gelderland. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. In Kleef is vandaag de rechtszaak tegen een Duits-Turkse vrouw van 22 en haar broer begonnen. Ze staan terecht voor een dodelijk ongeval in Emmerich vorig jaar, waarbij 2 Gelderse motorrijders om het leven kwamen. De broer joeg met hoge snelheid zijn zus op, die bovenop de motorrijders knalde. Het zou gaan om eerwraak. De rechtszaak tegen broer en zus duurt 3 dagen. Vandaag hoorden de rechters maar liefst 15 getuigen over het ongeval, waarbij de 57-jarige Bertus Uberda uit Heumen en de 44-jarige Frank Fleuren uit Wiegen om het leven kwamen. Fleuren's vrouw stond met zijn foto en t-shirt in de Duitse rechtbank. Ik heb van zijn lichaam afscheid moeten nemen, maar er lag een doek over het gezicht, ja, wat je nog gezicht kan noemen. Dus dat verklaart dat ik toch Frank een gezicht wil geven. 2 levensgrote kruisen markeren de plek van het ongeval op de Emmericher Straße. De broer zou uit eerwraak de achtervolging op zijn zus hebben ingezet toen zijn zus met de auto het ouderlijk huis verliet op weg naar haar heimelijke vriendje in Hamburg. Tenminste 120 rijdend in een wilde achtervolging haalden beide roekeloos in op een weg waar je maar 70 mag rijden. Vlak bij Emmerich ging het fout en knalde de zus op de 2 Gelderse motorrijders die daar rustig aan het toeren waren. De zoon moest het gewoon verhinderen dat zij dus vluchten naar die vriend. Eerwraak. Zo zou je het kunnen omschrijven, ja. Broer en zus lieten door hun advocaten een brief voorlezen waarin ze schreven dat ze het emotioneel zwaar hebben met het ongeluk. Maar ze toonden geen enkel medelijden met de nabestaanden van de motorrijders. Ze zijn te zeer met zichzelf bezig. De zuster zei bijvoorbeeld tegen de rechter dat ook zij gewond was geraakt aan haar arm en aan haar knie. En verder zwegen de 2 verdachten in alle toonaarden. De Duitse justitie legt broer en zus doodslag door roekeloos rijgedrag ten laste. Daar staat in Duitsland een maximale straf van 5 jaar op. Een hoge straf is hier zeker op zijn plaats, vinden de nabestaanden. Het is geen tik op de vingers, je hebt geen koek gepakt. Twee mensenlevens buiten de familie om. Het zijn 2 onbekenden voor hun die verongelukt zijn op die weg. En dan wordt er gezegd eventjes op een papiertje van, ja, ze hebben hun medeleven. Helemaal niet. Straal helemaal niet niks uit van medeleven. Nee. De rechter beslist volgende week dinsdag of broer en zus schuldig zijn en welke straf ze dan moeten krijgen. Voetbalclub NEC heeft Saïdine Tibasonkiza een forse boete opgelegd omdat hij zondag weigerde te spelen tegen Feyenoord. Bovendien krijgt hij voorlopig geen salaris meer. De 22-jarige Burundese is ontevreden over zijn contract. Hij weigerde zondag het veld op te gaan en werd daarom al teruggezet naar Jong NEC. Gisteren was de training van het tweede elftal, maar Tibasonkiza kwam niet opdagen. NEC ziet dat als werkweigering. De Burundese moet 10% van zijn loon betalen als boete en de salarisuitbetaling is voorlopig stopgezet. En dan het weer, daarvoor gaan we naar Wageningen. Alfred, het is rustig weer. Krijg je op dit soort dagen nog leuke foto's binnen? Ja, ik krijg zeker leuke foto's binnen vandaag. Vooral van de mist die vanmorgen boven Gelderland hing. Er was weinig wind afgelopen nacht, voldoende vocht aanwezig. En dan krijg je dit soort plaatjes tijdens de zonsopkomst. Maar ik heb ook andere plaatjes binnengekregen. Bijvoorbeeld van een luchtballon die door het gebrek aan wind in een woonwijk moest landen. En dat levert natuurlijk behoorlijk wat toeschouwers op. Nou, voorlopig blijft het in de atmosfeer rustig. Het wordt zelfs nog wat warmer. Bewolking was er vandaag nauwelijks aanwezig. Ja, boven Centraal-Europa zitten nog wat gebiedjes en een regenstoring vanaf de Britse eilanden liep vandaag boven Nederland en Gelderland helemaal stuk. Leverde alleen wat sluierbewolking op. Dat we op deze foto dan vooral boven het westen en noorden van Nederland terugzien. En de stapelwolken verdwijnen vanavond. En als we vanavond laat de barbecue inklappen, nou dan begint het een beetje af te koelen. Naar uiteindelijk zo'n 11 graden plaatselijk op de Veluwe en in de Achterhoek. En vooral in het rivierengebied, daar zouden nog een paar van die mistbanken gevormd kunnen worden. Morgen een zonnige dag. Heel veel ruimte voor de zon. 'S middags een paar stapelwolken. En vooral aan de westelijke horizon zien we af en toe nog wat sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt warm. Nog wat warmer zelfs nog dan vandaag. Met uiteindelijk temperaturen van zo'n 26 graden bij de Randmeren tot 28 graden in Groesbeek.
De buitenbeurs, morgen begint die in Barneveld, loopt tot en met aanstaande zondag. En er worden allerlei aspecten behandeld van het boerenbedrijf. Denk bijvoorbeeld aan mandenvlechten of ook het maken van klompen. Prima weer natuurlijk om daar de komende dagen heen te gaan. Het is misschien wat aan de warme kant, want die warmte die blijft nog wel eventjes in Gelderland. Donderdag en vrijdag gemiddeld 29 graden. Vrijdagavond zou er een regen- of onweersbui kunnen optreden. Meer buien op zaterdag, zondag dan weer droog. Maar de temperaturen gaan omlaag, uiteindelijk naar een goede 22 graden. Maar de komende dagen lekkere zon. Tijd voor een ijsje. Ambachtelijke ijssalons schieten als paddenstoelen uit de grond. Is er sprake van wildgroei en moet er een keurmerk komen? Morgen ziet u het in de TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond. Minnie, kun je de deur even doen?